Deze week in Dier en Vriend. De hond Kira in het wild. De dierenbegraafplaats van Jarden. En het asieldier van de week. Dier en Vriend kwam Kira in het wild tegen. Deze vrolijke hond werd uitgelaten door haar baasjes in de bosjes van Pex. Het is een kruising tussen een Bernaysenne en een Friese stabij. En hoe kom je eraan? Ja. Vertel. Zij was op zoek naar een hond. En iemand op mijn werk die kende iemand die uit elkaar ging, waarvan ze de hond niet meer konden verzorgen, laat ik maar zo zeggen. Oké, dus eigenlijk, anders had hij naar het asiel gegaan en jullie hebben hem nu netjes opgevangen. Ja, inderdaad. En hoe ging dat in eerste instantie? Want je hebt toch een vreemde hond in huis. Ja, heel verdrietig voor de vorige eigenaresse natuurlijk. Maar het ging eigenlijk meteen heel goed. Het is een heel sociaal hondje, dus ze was meteen heel blij. En hoe lang heb je hem nu? Eind oktober. Eind oktober, nou, dus een een halfjaartje. Heb je hem nu? Een half jaar. Ja, het gaat steeds beter. Ze luistert steeds beter. Ze is gewoon heel lief. En dan is natuurlijk wat we ook sowieso altijd willen weten. Wat betekent nou die hond voor jullie? Ja, wel heel veel. Ook voor mijn zoon. En heb je als andere dieren gehad hiervoor? Ook honden vroeger. En dan denk ik van, als ik nou jullie nu 1.000 euro bied om die hond mee te nemen, wat zeg je dan? Nee, zeker niet. En jij? Nee, echt niet. Ze is niet meer weg hoor. Nee. Het is het laatste huisje waar ze verblijft. Het laatste huisje werd lekker tot de dood ontscheiden. Ja, zo hoort het ook. Ja, zo hoort het ook. Ja. Maar wat ik natuurlijk nog wel wil weten, kan hij nou een beetje lekker met de bal spelen? Nee. Nee, met de bal vindt ze eigenlijk niet zo heel erg bijzonder. Meer met takken en met andere hondjes en mensen. Ze is echt wel een mensenvriend ook. En je zei net al toen ik aan kwam lopen, heb je wel snoepjes bij je dan? Nee, dat vroeg zij. Ja. Ja? Dan doet ze nog beter de best hoor. Dan doet ze nog beter de best. Zullen we dat nou eens gaan proberen? Ik neem aan dat ze Kira heet. Ja, heel goed. Kira, kom jij eens hier. Kom jij eens hier. Ga zit. Bij een snoepje. Blijf. Dan moet ik toch eventjes de snoepjes pakken. Oh, dat is zo spannend, hè. Dat is zo spannend. Oh, zit. Kijk eens. Oh, lekker, hè. Geef ze een pootje? Ja, vrienden voor het leven, hè. Zo, Kira. Oeh, dat is lekker. Blijf. Alsjeblieft, lieverd. Zo, je schrikt helemaal, hè. Nou, dames, ik kan jullie zeggen, het is fantastisch dat jullie deze hond hebben opgevangen. Hoeft hij niet naar het asiel. En zo te zien, hij ziet er prachtig uit. Dus jullie zorgen er ook fantastisch voor. En dat is wat we eigenlijk het allerliefste natuurlijk willen zien. De Jardenbegraafplaats Oud-Rijswijk heeft een speciaal gedeelte ingericht als dierenbegraafplaats. Voor mensen die afscheid moeten nemen van hun huisdier blijkt er veel behoefte te zijn aan een plek die je kan blijven bezoeken om te herdenken. En de combinatie van een gewone begraafplaats met een dierenbegraafplaats blijkt veel mensen aan te spreken. Daardoor kunnen mens en dier gezamenlijk bezocht en herinnerd worden. Wij hebben gemerkt dat de dierenbegraafplaats belangrijk is voor mensen, want er is een behoefte aan. Mensen willen een plekje hebben waar zij een dier, waar ze lief en leed mee hebben geleed, wat is overleden, waar ze in de buurt naartoe kunnen gaan. En dat was normaliter in de omgeving niet. Dus sinds vorig jaar kunnen wij voorzien daarin in die behoefte die er wel degelijk is. Ik merk dat mensen verlegen zijn om daarover te praten, alsof het eigenlijk niet mag. Als ik vertel, ja, en toen Tim pas dood was, toen hoorde ik hem nog zo in huis. Dan zeggen mensen, ja, dat had ik ook. Mensen en dieren zijn vaak jaren aan elkaar verbonden. Daardoor ontstaat een band die vergelijkbaar is met mensen die jaren bij elkaar zijn. De liefde tussen mens en dier gaat daardoor even diep en soms zelfs dieper dan die tussen mensen onderling. Ja, ik ben poezevrouwtje. Ik kan het niet ontkennen. Tim en ik hebben bijna 17 jaar samen geleefd. Alleen met z'n tweetjes op een bovenwoning. Dan leer je elkaar goed kennen. Hij kon op 10, 20, 30 manieren piepen. En ik wist wat elk piepje betekende. En ik kon op 20, 30 manieren zeggen. En dan wist Tim dat ook. Je raakt zo op elkaar ingesteld dat je heus niet alleen mensentaal nodig hebt. Ik zag het, dat hij minder werd. Ik zag dat hij wilde. Dat hij wilde blijven voor mij, voor ons samen. Maar dat hij het niet meer kon. En op het laatst
zag ik het, dat hij niet meer kon. En toen heb ik de dierenarts gebeld. De dierenbegraafplaats biedt mensen de mogelijkheid om hun geliefde huisdieren te herdenken. Door de combinatie met de gewone begraafplaats is er ook de mogelijkheid om mens en dier dicht bij elkaar te begraven. Vroeger was die wens er wel, maar kon het nog niet. Nu kunnen mens en dier die bij leven jarenlang onafscheidelijk zijn geweest, dicht bij elkaar hun laatste rust plaatsvinden. Dit is Shane. Het is een kater van ongeveer 10 jaar oud en hij zit al sinds halverwege vorig jaar in het asiel van de dierenambulance Den Haag. Vroeger heeft hij een achterpoot gebroken en hij loopt daardoor iets mank. Hij heeft er geen last van, maar hij mag ook niet te zwaar worden. Hij heeft een lief karakter, houdt op zijn tijd van spelen, maar is wel stressgevoelig en daarvoor krijgt hij Zielcane, een natuurlijke rustgever. En daarnaast staat Shane op dieet om plasproblemen door blaasgruis te voorkomen. Deze kat zoekt een rustige plek zonder andere dieren of kinderen. Hij is niet gewend om buiten te leven, maar hij wordt wel blij van een afgesloten balkon of tuin. Shane zit nu nog bij de dierenambulance Den Haag. Voor meer informatie kun je bellen naar 070 328 2828. Dieren en Vriend is een samenwerking met Stichting Mens en Dier Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door Haaglanden Huisdierencrematorium.